In de jaren 60 hebben we nog eigen automerken, waaronder DAF. Deze fabrikant ontwikkelt voor zijn voertuigen het Pientere Pookje, een soort automatische versnellingsbak. Tegelijkertijd ziet in Zandvoort de eerste Hollandse slipschool het licht. Daar weten ze met die handige DAFjes wel raad. Gaan we hierbij met ons Nederlands product gaan we ons even vermaken? Nou ja, graag. Straks nog wel even wisselen. Ja. Spannend! Je moet je een beetje op. Oh, dit is leuk jongens. Ja, aanduwen. Zo! Ik ga slikken met dat ding. Aanduwen. Ja, dat is wel lekker. Yeah. 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 Oh, dit is wel eng hoor. Ja, ik vind het ook wel eng. Oké, daar gaan we. Het is dus een heel oud autootje. Het is een autootje uit 1965. Dus dat autootje dat rammelt aan alle kanten. Dat was gaaf, hè? Wauw. Dat is gaaf. Ja, dat was geweldig. Ja. Het lijkt even, voor mij was het alsof de tijd even stilstaat. Zo van, ja, want het is ook niet van, het is niet dat je gigantisch schrikt, maar als je heel rustig blijft, dan is het iets heel moois wat er gebeurt. Wat je in een film ziet, dat het zo in slow motion zo voorbij gaat. En, zo voelde het. Zo voelde het, Dat was gaaf, hè, man. Het was spectaculair. Het was echt spectaculair. Dat was het ook. Dat was echt heel en de kinderen hebben genoten. Ze waren echt, ze vonden het helemaal geweldig. Een soort achtbaan, maar dan nog veel leuker. Ja. Ik zag Lara het meest genieten van allemaal, moet ik zeggen. Ik vond het echt helemaal te gek. Nou, ga ze, Lara. Hoppa. Ja, niet denken, doen. Te talenten, Lara.